Hallo mensen en welkom bij een nieuwe Trophy Hunter. En ik heb nog vier items over en die ga ik gebruiken om een pickaxe te maken. Dan mag ik het verzamelen van item al heel wat prettiger. Oké, ik ga ook al even één kool nemen. Kan ik al wat verder in de cave die we hebben ontdekt. Ja, die ik heb ontdekt. Zo. Het wordt nacht, maar ik zit toch in de mine. Hier dus ik zo deel te zoeken voor iron. But I couldn't find any. Maar gelukkig hebben we nu een cave gevonden met heel veel iron. Als ik me goed herinner, ja, dat was een cave met heel veel iron. Er was nog genoeg voor deze video heel snel te maken, maar ik ga gewoon extra veel hakken. Dat is toch deze kant ook waar ik was gegaan? Ik kan niet meer herinneren dat ik zoveel gang had gemaakt. Was dat echt? Kan. Waarschijnlijk wel. Maar. Gewoon dat down. Sorry voor de spam, maar. Dit is de snelste manier. Ja. Ik zag dat dingen omhoog gaan. Ik dacht even: ben ik teruggelopen? Maar gelukkig niet. Kijk, kool hakken voor de kool. Ik hoorde de creeper en ik dacht: oké, goodbye. Maar ik heb gelukkig nog die gouden armor die mij heeft geholpen. En zonder die gouden armor was ik niet dood geweest. Helpen die mij? Nee, die helpen wel met de armor, maar die hebben niks van protection of explosion resistance of zo. Ah ja, ik heb nu mijn Minecraft in het Engels staan na zoveel jaar. En trouwens, Axel, bedankt om het de vorige keer uit te rekenen hoeveel rails ik had, want dan zult je deze video ook nog moeten doen. Want ik ben het tijd down. Oh, ja. Maar ook al vinden we diamonds, ja. Dat is dan goed voor mij. Maar in deze wereld is iron belangrijker dan diamonds. Ik hoor een item in de water vallen. Pff. Waarschijnlijk al niks geweest zijn. Als ik me kan goed herinneren, had deze keer veel meer items kan herinneren. Ik had echt in mijn hoofd dat in deze caves zoveel item lag, dat ik gewoon in 1 seconde al meteen item rijk was. Oké, deze kant die gaan we niet laten liggen. Ik wil ook een andere kant eens bekijken, want deze cave heeft twee gangen. Hij heeft de vorm van een croissant. Oh. Oftewel ben ik hierover geskipt, de vorige episode. Oftewel heb ik dat gelaten voor deze. Want ik leid aan de mens. Kool vergeten. Niks. Buiten die kool. Oké. Okay. Oké. Okay. Ook niks, ja. Ik ga die kool hakken. Ik ga eens nog meer kool hakken, want we hebben dat echt wel nodig als we alles item willen smelten. Hoeveel item hebben we nu al? 11. Dat is bijna genoeg voor wereld 32 deels van maken. Easy. Ik ga vandaag al meer maken, want ja. Als het zo verder gaat, gaan we nooit van Minecraft afkraken met een Trophy Hunter. Ik dacht dat het een creeper was ingeplopt, maar dat was een spin die aan het doen was. En ik dacht dat ik er nog iron zag. Als ik niet blind ben. Maar ik ben wel blind. Oké, dan ga ik terug naar beneden. Oh. Zombies. Niet. Ah ja, leuk feitje. Je kunt geen kids maken terwijl je aan het springen bent. Je maakt. Oh, daar was ik echt bijna dood. Ik krijg niet op mijn held. Je maakt geen crit als je springt, je maakt crit als je valt. Crit zijn critical hits. Dus dat is wel een leuk feitje. Je moet hitten wanneer je valt en niemand springt. Dat weet iedereen al, wanneer je moet hitten. Maar niemand weet waarom. Maar nu weet je wel waarom. Maar nu weet nog niemand waarom. Want niemand kijkt de video's. Oeh. Self-roast. Ja, mensen kijken wel video's. Daar ben ik heel blij aan, want daar zit ik niet voor. Voor Jan Piet Joris om dat op te nemen. Ja, ik vind het ook wel leuk om video's op te nemen. Ook al kijkt niemand dit nog altijd, want het is wel leuk om je. Ik wou zeggen, je kanaal te zien groeien, maar ja, dat doet het niet als het niemand kijkt. Ja. Gewoon om te zien hoe je video's eruit zien als je die hebt gemaakt. Het is niet alsof ik zo keihard veel tijd tegen video's maak, echt. Een half uur. Als ik moet editen, wel 2 uur misschien, maar ik edit nooit. Dus dat is goed voor mij. 26 iron, dit wordt. Easy. Goeie episode. Ik
Oké, ja, ik ga nog denk ik één item vein naar deze hakken. En dan ga ik twee furnaces maken en dan gaan we hutsen. Ja, oké, dat is de laatste vein. Dus dat ga ik alleen maar kolen nemen, want dat is sowieso nodig om al deze items te smelten. En dan ga ik gewoon nog een paar prullen doen, zoals eten verzamelen. Misschien mijn basis uitbreiden, als je het een basis kunt noemen. En dan ga je de rails maken en dan is het weer to the Lucas tot volgende week. Gold, ja, dat heb ik niet nodig. Ja, eigenlijk, ik heb gold wel nodig. Dat stel ik me nu pas, want eigenlijk ga ik alleen maar gebruiken voor rails en voor pickaxes. Dus ik moet iets hebben om armor mee te maken. En gold is wel het slechtste armor, wat ja, buiten misschien leer, wat er is. Maar het is toch beter dan niks, want dit armor heeft mij al gesaved van creeper aanvallen. Dus die gold zal ik dan nog op het allerlaatste van de episode in de oven steken. En als ik nog kijk wat ik ermee kan maken. 10. Dat is wel genoeg voor een chestplate te maken. En dan heb ik die volgende aflevering aan. Oké, dit herken ik. Daar ken ik ook deze gravel. Die heb ik sowieso laten instorten. Ik sta daar al. Ik ga dit dicht maken, want het lijkt te veel op de ingang. Ik ga verward geraken. En déjà vu. Maar uw eten gaat echt super snel omlaag als je dat doet. Dat is misschien ook logisch, maar allemaal als er nu nog ijs onder mij was, dan ging het pas snel. Oh nee, het is weer nacht daar. Ik moet een bed meenemen. Er zijn weer 1000 monsters mee op te wachten. Nee? Mag ik binnen? Echt langs kletters, want dat is maar gewoon een burgtree. Een kleine schattige burgtree. Oké. Hoeveel iron hebben we? Pittig veel. Dat deel door 6 is precies 7. We kunnen heel veel rails maken. Axel gaat er van uittellen, want ik ben blij. Sorry, Axel. Je had dat de vorige keer ook gedaan. En nu kunnen ze, wat je dat ook wel kunnen. Ik heb Axel gewoon als slaaf. Oké, dit zal denk ik genoeg kool zijn. Wacht, ik ga bloks maken. Nee, bloks ga ik niet maken. 21 en 21. Hoeveel kost het om een blast furnace te maken? Veel item. Te veel item naar mijn goesting. Wow. Skeleton die denkt dat hij badass is. Oh. Dood. Hoppa, easy. Wat kan ik in de tussentijd doen? Ik weet wat ik ga doen. Ik ga het rottig kot afbreken. Ik ga een cobblestone huis maken. En dat is nu juist hetgene wat ik het meest heb. Cobblestone. Ik zie daar heel sappige vleesjes. Ik zie daar een kebab. En een burger rondlopen. Wow, wat een humor. Ik heb geen schop, ik kan mijn dak niet te goed afbreken. Heb ik wel een schop? Nee. Ach ja, dan moeten we wel op de oldschool manier doen. Deur hakken met een bijl. Lekker durability wezen. Inhoud. Oké. Ik zal het interieur wel nog een andere keer veranderen. Nu ga ik eerst. Ik ga mijn cave omringen met mijn huis. Heb ik geen last meer van monsters? Dat is wel een slim idee. Ik haat creepers. Oké, deze. Ik ga nu weg. Ik weet het, hoort mijn spammer op mijn kastje, maar daar kan ik eigenlijk niks aan doen. Dus, deal with it. Ik ga mijn huis gewoon 2 hoog maken en het dak doen we later wel. Ja, het dak doen we misschien nu. Hangt er vanaf hoe ver de island staat. Heb ik al genoeg hout? Ja. Gewoon om stokken te maken.
Die bladeren moeten weg. Ja. Ik vond alles zo grappig. Toen ik in het heel begin Minecraft spelen. Toen een koppels van huis had, had je echt wel een sterk huis. Want iedereen in de, ja, vroeger begon iedereen altijd met hout. Met eikenhout. En alles kan iets beter dan eikenhout. Want de meeste mensen die hielden ook een eikenhout. Ik ga een schep maken. Dan was je natuurlijk super pro. En ja, het beste huis wat je vroeger kon maken. Ja, vroeger, ik heb het over 1.8 en 1.9 en zo. Het beste huis wat je natuurlijk kon maken. Dat is een diamantenhuis. Dat waren nog eens deze. Dat ik in creative ging om een diamantenhuis te maken. En dan ging ik in survival. En dan deed ik alsof ik dat had gemaakt. En ik denk dat met de diamonds die we in triple survival kunnen hebben. Die hebben. Maar, waarom ben ik altijd zo down? Is dat ik altijd een blok meer? Dus ja, we hebben die diamonds niet. We kunnen wel. Een Fortune 3 pickaxe. Even eigenlijk nog een creeper worden. En een Fortune 3 pickaxe veel diamonds hakken. En dan kunnen we misschien wel een diamond huis maken. Dat staat sowieso denk ik op mijn lijst voor dingen te doen in Triple Survival. Een diamanten hut maken, want dat zou echt gewoon de droom van een noob zijn. Als we hem daar aan het zoeken. Als we dat kunnen, want hier pretty scared at the moment. Nee, eigenlijk niet. Ik heb al iets secret gevonden in Triple Survival. Ik ga het nu al zeggen. Ja, ik mine off camera bij Triple Survival omdat het niet echt interessant is om mij uren aan een stuk zien te stripminen. Dus ja, ik mine diamonds off cam, zal ik het gewoon zo zeggen. Maar ik heb ook een beetje in een nether gemined off cam. Dus we hebben nu 3 netherite scrap. Eigenlijk weet dat je aan het kijken bent. Dus ik weet dat je nu weet dat we netherite hebben. Woehoe! Eigenlijk ook dat zoiets later voor een video. Maar ik was gewoon aan het mijnen in de hoop dat ik meer gold vond. En kwarts. En toen ineens vond ik. Die kistbreek was zo'n dom idee. Ik was zo mee in mijn mooie verhalen. Maar ik was gewoon aan het zoeken voor al die prul. En toen ineens vond ik 3 van die dingen. Dus ja. Oh, een shovel met Fortune 2. Dus toen vond ik die dingen. Dus nu hebben we dan. Ik heb het nu niet persoonlijk gezegd, ik heb het gewoon zo gezegd. Oké, hoeveel rails kunnen we maken? Ja, 7, dat wist ik al. Dat is precies 1 stack. Dat kan niet. En ik heb nog niet alles gemaakt, ik dacht dat was veel te weinig. Een stack en 48. Ik kan nog eerst even een deur maken, maar ik heb geen deur. Ik ga eerst even een skeren deur maken. En mag ik de rails plaatsen. Hey, we hebben de hut afgemaakt. Ik had vorige keer gezegd dat we veel rails gingen plaatsen. Maar deze aflevering. Oef. 64 en 48 rails. Even. Hut. Ik heb wel waar gestopt. Ik denk. Juist onder die boom. Ja, oké. Okay. We hebben het gewoon niet aangeraakt. Ik dacht al, waarom gaat hij nu stoppen voor de eerste keer? Ik denk niet dat ik ver genoeg ben gegaan voor al die rails die ik heb. Ik kan aan opnemen. En back to placing. Ja, ik moet meer gaan hakken. 23. Ik moest toch 1 richting uitgaan, het maakt toch niet uit. Dus ik heb toch omhoog. Ik weet dat ik aan het begin had gezegd dat we ook niet omhoog gingen, maar... Bruh, dat staat niet in de tv. Dat is gewoon 1 richting. Dus easy. Misschien, nu moet ik er wel een power rail in zetten. Dat is nu wel het nadeel. Anders ga ik hem nooit omhoog. Maar ach ja. Oh. En die zetten we hier. Kareltje bij zitten. Yay! Oké. Okay. Ik kan nog... Een power trail, nee daar heb je geen deel voor nodig, dat moet je maken anders. Ik ga even kijken. Misschien kan ik wel met 10 gold maken. Dan mag ik wel met leer mijn armor. Buh. Nu was opgevallen hoe lang deze pad zo is. Ah ja, nog een leuk Minecraft feitje. Als je boomwiel gebruikt op een normale paddenstoel, dus een kleine, maar die een grote. Dat is misschien obvious voor
de betere spelers, zal ik het zo zeggen, van Minecraft. Maar heel veel mensen weten dat nog steeds niet. Dat kan. Dus je moet geen filtertje hebben om een mooie paddenstoel in je boom, in je tuin te hebben, in je boom te hebben. Hoeveel kost het voor een powertail? Gewoon 6 gold en 1 redstone. Redstone hebben we niet. Ja, ik ga die gold gewoon meteen in de oven steken. En vlees. Ook. Oké, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze aflevering van Trophy Hunter. Het was een kleine aflevering, denk ik toch. Ik had de tijd niet door, ik kan me nergens zien. Maar het is wel een heel goede aflevering gezeten, want we hebben eindelijk de basis uitgebreid. Na zoveel tijd. En staat die in mijn hart te goed? Nee, die staat niet te goed. Deze moet weg. Het staat nog niet te goed. Deze moet ook weg. Oké. Nu. Dat gedaan is. En ik nog even een hoop rotte fles ga eten. Kan ik de video echt afsluiten. Als ik je blijven. Dus, we hebben veel gedaan in deze aflevering. We hebben onze basis eindelijk opgebouwd. Het is gewoon een lange tijd. Waarom verpest je de outro? We hebben onze basis uitgebreid naar zoveel afleveringen. We hebben 2 furnaces. En we hebben echt belachelijk veel nieuwe rails toegevoegd. Tot de volgende keer. Doei doei.